Randerode heeft met de visitekar de landelijke primeur. Minister Hugo de Jonge legt krans op een stil ereveld. Burgemeester legt een krans namens alle inwoners. Koor zingt vanuit een auto op een parkeerterrein. Zon op KNN is winnaar van de gemeente Energiewedstrijd. Skileren kan je beter bij een club doen, vindt DNA. En basisschool De Eendracht is klaar voor maandag. Het lijkt zo eenvoudig, maar je moet er wel eerst opkomen. Deze zogenaamde kom-op visitekar is bedacht door vader en zoon van Balen uit Maassluis. Binnen hun onderhoudsbedrijf konden zij de kar verder ontwikkelen en maken. Wij met de zaak zijn eigenlijk al meer dan decennia doen wij al werk voor verzorgingshuizen. En we waren bezig met corona-afdelingen, afscheidingen, eigenlijk alles erop en eraan. En toen kwam het kabinet natuurlijk met het bezoekverbod eigenlijk voor in de verzorgingshuizen. En toen begonnen wij te denken van, joh, weet je, dat, hoe moet je nou iets verzinnen om, om dat toch tegen te gaan? Op een gegeven moment zie je mensen met hoogwerkers bij de ramen, teentjes voor de ramen. Het is allemaal, het is het wel, maar net niet. Ook voor mensen die bijvoorbeeld bedgebonden zijn. En op een gegeven moment kwam Johan, die kwam van ons, die kwam naartoe en zegt, joh, ik heb het idee 's avonds laat aan de tekening gegaan. Opgestuurd naar onze contact uit de zorg, Mark Jans. Dat is de oude voorzitter van het verzorgingshuis waar wij toen zijn begonnen. En wij zijn hem benaderd van, joh, weet je, wat vinden jullie hiervan? Wat idee, opmerkingen, tips. En die heeft ons geholpen om van het idee eigenlijk een concept te maken, weet je. Met andere pioniers en experts uit de zorg. En zo hebben wij dus een kar kunnen ontwikkelen die ervoor doet dat mensen toch hun geliefde kunnen zien zonder angst voor besmettingsgevaar. In Rotterdam werd eerder al een proef met de kar gehouden, maar Apeldoorn had vrijdag toch de primeur. In verpleeghuis Randerode in Uggelen werd de kom op visitekar officieel in gebruik genomen. Karst van de Veen mocht als eerste hiervan gebruik maken. Maar voor hij naar binnen werd gereden, werd hij nog eerst even vriendelijk toegesproken door staatssecretaris en Apeldoorner Paul Blokhuis. U staat te popelen dus om te gaan. Dan ga ik u niet langer ophouden. En ik wens u veel geluk en geef uw vrouw een dikke zoen van ons allemaal. Virtueel, hè? Nee, met glas ertussen. Ja, wel met glas ertussen, maar een dikke knuffel even met glas ertussen. En hopelijk zonder glas. Veel geluk, dankjewel. Paul Blokhuis is als Apeldoorner trots dat Apeldoorn de primeur heeft. En dat laat hij ook aan zijn collega's in Den Haag weten. Ik heb trouwens ook met de beide ministers op het ministerie, De Jonge en Van Rijn, elke dag bijna crisisoverleg. En dan hebben we het ook wel over bezoekersregelingen voor verpleeghuizen, dus ook over dit soort dingen. Misschien dat dat een beetje versoepeld gaat worden, maar zolang daar nog geen sprake van is, en dat doen we echt niet om mensen te pesten, maar om de veiligheid voor verplegend personeel en de bewoners zo hoog mogelijk te stellen. Zolang dat nog niet kan, is dit een hele mooie voorziening. Dus ik ga het ook in Den Haag wel met verve vertellen wat voor moois we hier in Apeldoorn hebben. Visite, visite, een huis vol visite. Voor Piet had zijn vrouw Anne-Jet meegebracht. En ook mijn twee neven zijn heel lang gebleven. Dat was in mijn dromen vannacht. Karst van de Veen mocht na 7 lange weken dan eindelijk zijn vrouw weer eens zien. En dat was een zeer emotioneel moment voor Karst. Zijn vrouw leidt aan een vervelende ziekte. Ze heeft dan frontale temporale dementie, dus haar emotie en haar gedrag is dus weg. Het was wel een blik van erkenning. We hebben eerst op de kamer geweest en daarna heeft zij weer op het orgel gespeeld. Dat had ze gisteren weer voor het eerst gedaan sinds 2 jaar. Dus dat vond ik wel heel, heel mooi dat ze dat deed. Dus dat was, ja. Hoe was het nou om in zo'n bijzondere kar te gaan zitten? Nou, je bent heel dichtbij. En kijk, als je dus op zo'n hoogwerker gaat lopen zwaaien, dan ben je nog een eind weg. En dit was, je kunt eigenlijk elkaar bijna aanraken eigenlijk. Maar is het niet eng dat u gereden wordt? Nee, dat valt reuze mee hoor. Geen wagenziekte? Nee, geen wagenziekte, nee. Okay. Ook geen claustrofobie, dus nee, dat is goed. Het Jo Visser Fonds heeft het mogelijk gemaakt dat de kom op visitekar een plek op Randerode heeft gekregen. Zorggroep Apeldoorn is niet alleen blij, maar zelfs ook vereerd.
Gaan er meer komen? Ja, ik heb begrepen van het timmerbedrijf dat ze heel hard hun best doen om er meer te maken. Net als de mondkapjes schijnt ook het plexiglas in Nederland al schaars te zijn. Dus daar zijn ze hard naar op zoek. Maar zij maken er meer, zeker. Ja, en u gaat er ook meer bestellen? Ja, dat zullen we. We zullen natuurlijk ook voor ons is dit een ervaring. Waar we zullen even moeten kijken hoe dat werkt. Maar als we nu al zien hoe blij deze meneer was dat hij eindelijk na 7 weken zijn vrouw weer kon zien. Ja, dan kan ik me niet voorstellen dat het bij 1 blijft. Hoeveel verwacht je nog van deze prachtige exemplaar te mogen maken? Zoveel nodig zijn. We schrijven heel veel fondsen aan, verzorgingshuizen aan, ze melden zich ook aan. Tegenwoordig heel veel pers natuurlijk, die er aandacht aan geeft. En het is natuurlijk te hopen dat we zoveel mogelijk van die karren kunnen verspreiden rond Nederland. Om zoveel mogelijk mensen te herenigen met hun geliefde natuurlijk in verzorgingshuizen die ze al weken niet hebben gezien. En ook, het is natuurlijk prachtig om iets te maken. En het is helemaal mooi als je daarmee ook de mensen mee kan helpen. En helemaal als het om emotionele waardes gaat. En zo is het maar net. Ik ben vrij. Hij en nog 29 andere leden van het NL Pop en Rock Corps Klinkt Goed brachten een spontaan optreden op het parkeerterrein aan de Voorwaarts in Apeldoorn. Zaterdag 2 mei was de primeur. Het idee kwam van de Apeldoornse dirigent Wilco Strongs. Er zijn natuurlijk veel drive-in activiteiten momenteel in deze coronatijd. Ik zag zelfs gisteren al een drive-in disco over de grens. En een drive-in met eten en zo. Maar ik denk drive-in met zingen. Ik denk, nou, daar doe ik gewoon de lokale omroep bij. Die gewoon op de FM lekker de muziek draait die wij zingen. En dan kunnen we gewoon vanuit de auto veilig en al meezingen. Door de coronacrisis mag op straat eigenlijk niets georganiseerd worden. Toch weer Strongs daar een manier op te bedenken die wel mag. Volgens mij is dit de enige manier hoe het momenteel nog mag. Gewoon in de auto. Iedereen zit in zijn eigen quarantainebubbel en kon lekker meezingen. En dat deden ze ook. 3 nummers werden via de radio gedraaid waar de koorleden op konden meezingen. Een nadeel voor de dirigent was, hij kon ze niet horen. Nou, ik heb wel wat mensen horen zingen hoor. En een paar mensen zaten niet helemaal top. Maar voor vandaag was dat helemaal niet erg. Als ze maar gewoon ik wil gewoon stralende gezichten zien en die heb ik gezien. En dat is het belangrijkste. Aan het eind van de rij auto's is Alma van Blankenvoort te vinden. Zij zingt het hardst van het koor. Hoe is dat nou om vanuit de auto te zingen? Dat doe je misschien onderweg, maar niet op een parkeerplaats. Nee, dat is wel aan plein publiek. Ja. Ja, geweldig. Ja. Een leuk initiatief van Wilco Strongs. Top. Ja. Hoeveel nummers hebben jullie gezongen? 3. Zoute Landen van Bluff. Leun op mij van Rut Jacot. En als een vogel zo vrij van Bert Hering. Ja. Hoe is dat nou? Want je staat met je auto's naast elkaar. Je hoort elkaar misschien een beetje, maar dan houdt het ook echt op. Nou, mijn buurvrouw die kan erg blaren, dus dat kwam wel goed. Ja, maar goed, dus er maar 1. Ja. Want er staat een hele rij auto's. Ja, de rest hoor je niet, maar weet je wat het leuke is? Dat iedereen elkaar weer ziet. Geweldig! Het beviel zo goed dat de volgende afspraak al is gemaakt. We zijn al uitgenodigd in Twello om het een keer te gaan doen. En misschien gaan we het ook nog wel een keer op een andere plek nog doen. Dus als de koorleden het leuk vinden en het, als afwisseling om het een keer zo te doen. Het is natuurlijk een beetje, het is een ludieke actie. Hè? Het is natuurlijk niet, het serieus gehalte ligt niet heel hoog. Maar het is wel belangrijk dat de mensen elkaar even zien. Dat ze toch het gevoel hebben dat ze toch weer een beetje samen zijn. En dat is in deze tijd wel belangrijk. Op voor nog zoiets? Ik wil dan graag in de arena of zo. Zondagavond raakte de automobilist gewond nadat hij een dier op de A50 had aangereden. De auto raakte door de klap tegen de vangrail aan en schoot door de berm in. De bestuurder moest met zijn verwondingen naar het ziekenhuis worden overgebracht. De auto raakte zwaar beschadigd en moest door een bergingsbedrijf worden afgevoerd. Het dier heeft de aanrijding niet overleefd volgens faunabeheer. Vandaag mochten in verband met de coronacrisis de vlaggen de gehele dag halfstok buiten hangen. Normaal mag dat vanaf 6 uur 's avonds tot zonsondergang. Omdat de dodenherdenking nu niet op de gebruikelijke manier kan worden gehouden, heeft het kabinet besloten om het vlaggenprotocol voor 4 mei te verruimen. Op het Ereveld in Loenen werd maandag de dodenherdenking anders gehouden dan voorgaande jaren. Door de maatregelen vanwege het coronavirus was het stil op de begraafplaats en waren de meeste bloemen en kransen bij het monument De Vallende Man al neergelegd.
Als laatste legde de vicepremier en minister van VWS, Hugo de Jonge, een krans namens het kabinet bij het monument. Na de tattoo werd er een minuut stilte gehouden. Leerlingen van de Koninklijke Scholengemeenschap Apeldoorn legden op ieder graf één bloem neer. Op het ereveld liggen bijna 4000 Nederlandse oorlogsslachtoffers. Het zijn veelal militairen en burgers die tijdens de Tweede Wereldoorlog het leven lieten. Ook gesneuvelde militairen uit conflictgebieden of tijdens vredesmissies liggen hier begraven. Het ereveld in Loenen is onder beheer van de Oorlogsgravenstichting. Op het Oranjepark in Apeldoorn gaf burgemeester Ton Heerts tijdens de dodenherdenking een toespraak. Beste Apeldoorners, ik sta hier in het Oranjepark, in het centrum van onze mooie stad. Normaal gesproken herdenken we hier op 4 mei samen alle Nederlandse oorlogsslachtoffers die vielen sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog. Waar ter wereld ook, in oorlogssituaties en bij vredesoperaties, burgers en militairen. Maar door het coronavirus kan dat nu niet. Daarom leg ik voor hen nu alleen, namens u allen, een krans bij het monument. Ik doe dat met in mijn gedachten allen die zich hebben ingezet en die zich nog steeds inzetten voor onze vrijheid. Want vrijheid is nooit af. We leven in Nederland alweer 75 jaar in een vrij land. Maar ook voor ons geldt, het is nooit klaar. Vrijheid valt of staat nu eenmaal met het evenwicht dat we met ons allen vinden. Het evenwicht tussen de vrijheid van ieder individu aan de ene kant en het belang van de hele samenleving aan de andere kant. Dat evenwicht moeten we goed bewaken. Dat is in deze crisistijd actueler dan ooit. Want we hebben elkaar allemaal hard nodig. Meer dan ooit in de afgelopen 75 jaar. Ik nodig u uit, als inwoners van onze gemeente, van de stad en de dorpen, om ons te blijven richten op wat ons bindt. En wat iedereen bindt, is onze behoefte aan vrijheid. Laten we ons daar samen hard voor maken. Daarna legde hij een krans bij het centraal monument De Man met de Vlag. Thank you.
De gemeente Apeldoorn had in 2019 een wedstrijd gelanceerd met als doel stroomcentrale te realiseren voor je eigen buurt of gemeenschap. Hierdoor kan het leveren van energie een stuk goedkoper worden. Winnaar van deze bijzondere wedstrijd is de coöperatie Zon op Kerschoten en de Naald, kortweg KNN. Hoe zijn jullie eigenlijk gekomen om mee te doen aan de energiewedstrijd om die eigen centrale? Nou ja, opwek is één ding en duurzaam opwek is een belangrijk ding, maar dat is niet genoeg voor de energietransitie. En ons doel is om actief te zijn in de energietransitie en er hoort meer bij dan alleen opwekken. En dan heb je het over slim gebruik en het matchen van gebruik. Dus we wilden de volgende stap doen. Een wijkgroep ging aan de slag, maar daar ging heel veel tijd in zitten. Met z'n zessen zijn we deel gaan nemen aan de wedstrijd. En dat hebben we gedaan door de workshops te volgen die de wedstrijdorganisatie had opgetuigd. En we hebben een flink aantal avonden bij elkaar gezeten. En uiteindelijk in februari op de deadline het document ingeleverd wat ons idee was over de virtuele energiecentrale. We waren met een groepje die niet gewend was om met elkaar samen te werken. Dus en je kan natuurlijk verschillende doelen hebben en verschillende ideeën. Dus, en we zijn super trots dat we het voor elkaar gekregen hebben en dan ook nog het eerste ontwerp. Het plan waar de coöperatie mee gewonnen heeft, behelst een breed pakket aan energieopvang en straks ook opslag. Zowel op het dak van het wijkcentrum De Groene Hoven als bij de voetbalvereniging Robur uit Velocitas liggen in totaal 364 zonnepanelen om de buurt te voorzien van stroom. Daarnaast doen ook bewoners mee die zonnepanelen op hun dak hebben aangebracht. Henk Doornespleet legt graag hun winnende plan uit. Als dit onze wijk is, in die vierkant, dan willen we energie gaan opwekken in de wijk. Dat doen we hier al op dit dak en dat doen we ook op een ander dak. En mensen doen het ook op hun particuliere daken. Ik heb ook zonnepanelen op mijn huis liggen. Dan hebben we het energieverbruik. Helaas is dat in deze wijk is het verbruik nog veel groter dan de duurzame opwek. Maar we moeten ergens beginnen. En uiteindelijk wil je opslag hebben, zodat je de energievraag zoveel mogelijk in de wijk houdt. En dat je steeds minder hoeft te importeren. En als het mee zit zelfs kunt exporteren van energie uit de wijk. En daarmee houden we zeg maar energie en geld in de wijk. En zijn we meer baas in eigen energiewijk zeg maar. Ja. De coöperatie KNN heeft van de gemeente een bedrag van €5.000 mogen ontvangen. Dat geld wordt gebruikt om de volgende fase van het project te bekostigen. De plannen om het bestaande gebouw van Radio Kootwijk, de bunker en het oude restaurant te verbouwen en daar extra parkeerplaatsen te realiseren, is woensdag door de Raad van State afgekeurd. Stichting Werkgroep Milieuzorg Apeldoorn hadden de plannen van de provincie Gelderland aangekaart bij de hoogste bestuursrechter. Zij waren tegen het verstrekken van een natuurvergunning. Radio Kootwijk ligt in een beschermd Natura 2000 gebied waar volgens de stichting niet zomaar verbouwd mag worden, wat mogelijk later kan leiden tot meer verkeer in dat gebied. De plannen zouden ook niet voldoen aan de huidige stikstofmaatregelen. En daar kreeg de stichting van de Raad van State gelijk in. Wat de provincie nu gaat doen is niet bekend. In de nacht van woensdag op donderdag is een man gewond geraakt nadat hij door 3 personen werd aangehouden en hem hebben neergestoken. Dat gebeurde in de fietstunnel bij het station. Het slachtoffer vluchtte naar de Kalverstraat waar hij door een voorbijganger werd gevonden. Het slachtoffer werd met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. De toedracht van de steekpartij is niet bekend. De daders zijn nog steeds voortvluchtig en daarom vraagt de politie getuigen zich te melden. De politie heeft met honden een uitgebreid onderzoek verricht. Donderdagochtend vroeg is een deel van een appartementencomplex aan de Boerhavenstraat in Apeldoorn ontruimd geweest doordat er een scooter in een kelderbox in brand stond. Daarbij kwam veel rook vrij. De bewoners mochten uiteindelijk weer terug naar hun woning, maar moesten eerst hun appartement goed ventileren. De kelderbox liep veel rook en waterschade op. De scooter is door de brand verloren gegaan. Hoe de brand is ontstaan is niet bekend. Er raakte bij de brand niemand gewond. De ijs- en skielervereniging DNI is sinds de versoepelde maatregelen weer enigszins actief. Alleen de jongeren tot 18 jaar mogen weer trainen op hun baan aan de Voorwaarts in Apeldoorn. Hoe lastig het toepassen van de maatregelen ook is, worden ze goed nageleefd. Alle ouders en kinderen zijn heel erg gedisciplineerd. We staan voor handhaving, maar het gaat erg vanzelf. Iedereen houdt zich netjes
aan de regeltjes zoals ze bedoeld zijn. DNI telt zo'n 180 leden, waarvan er tot nu toe een deel aan de trainingen mogen meedoen. Maar de jongens en meisjes en de trainers moeten zich tijdens de training nog wel in allerlei bochten wringen. We kunnen niet helemaal alle oefeningen doen. We mogen geen materiaal gebruiken wat van hand tot hand gaat. Wel de pionnen uitzitten. Het is wat de trainers die moeten even wat creatief zijn. Vele skillers van boven de 18 jaar zijn nu vooral op de fietspaden te vinden. DNI zou juist die groep mensen graag binnen hun club verwelkomen. Te meer omdat zij dan op een veilige manier deze sport kunnen uitvoeren. Door de aangekondigde nieuwe versoepelde maatregelen kan ook deze groep vanaf juni weer gaan trainen. Alleen het gebruik van de toiletten blijft een dilemma. Voor noodgevallen, maar formeel mogen ze niet gebruikt worden. Ja, dan zegt u iets bij. Formeel niet, maar informeel. Ja, als er echt een groot probleem is, dan moeten we wat doen natuurlijk. De skillerleden trainen voorlopig nog alleen op de maandag, woensdag en vrijdagavonden. Vanaf maandag mogen de basisscholen weer open. Zij moeten zich dan wel aan een bepaalde richtlijnen houden. Op de basisschool De Eendracht in Apeldoorn waren ze vrijdag er al helemaal klaar voor. Eindelijk mogen ze dan weer open en daar is de directeur van de school heel blij om. Ja, we zijn hartstikke blij dat we weer open kunnen. Zeker voor de kinderen. Die hebben natuurlijk wel op afstand van alles gedaan. Dus het onderwijs heeft naar omstandigheden best wel door kunnen gaan met taal en rekenen. Maar onderwijs is natuurlijk meer. Kinderen moeten elkaar ook zien. Kinderen moeten elkaar leren ook van elkaar. Nou, dat heeft natuurlijk allemaal stilgestaan. Dus wat dat aan gaat is het hartstikke fijn dat we weer kunnen beginnen. En hoe zit dat met de leerkrachten? Want willen ze wel werken? Want er bestaat wel een risico. Ja, ik weet dat dat een landelijke discussie is. Wij hier op school hebben dat eigenlijk niet. Tuurlijk zijn er wel hier en daar vragen geweest. Maar ons hele team is ook eigenlijk wel weer blij dat ze kunnen beginnen. Alleen voor de leerkrachten geldt de 1,5 meter regel en dus niet voor de leerlingen. En dat was voor de school een hele opluchting, anders hadden de lokalen heel veel stoelen eruit moeten halen. Toch mogen de leerlingen niet gezellig naast elkaar zitten. Nu mag er maar 1 kind aan een tafel plaatsnemen. Sommige ouders zijn ongerust en komen met hun vragen bij de school. Ouders die zeggen, goh, mag mijn kind wel naar school, want mijn kind heeft hooikoorts en kan af en toe eens hoesten. En als je daar dan allemaal nog op dat moment over na moet denken, is het fijn om dat van tevoren allemaal afgekaderd te hebben. Zodat je die vragen niet meer krijgt en dat je daar ook min of meer allemaal op dezelfde manier mee omgaat. Als maandag de school weer open gaat, mogen de kinderen niet massaal naar de klassen gaan. Dat gaat geleidelijk aan gebeuren. Ook de ouders zijn gebonden aan de nieuwe regels. Ouders mogen, dat is misschien de grootste maatregel, niet op het schoolplein komen. Dus ouders komen straks, 50% van de ouders, hè, broertjes en zusjes zijn in principe samengenomen. Dus die komen op dezelfde dag naar de school. Het zijn hele schooldagen hebben we voor gekozen. Dat was ook een van de adviezen om dat zo te doen. Zodat je niet broertje op maandag hebt en zusje op dinsdag. Dan heb je zo min mogelijk verplaatsing ook. Ouders nemen afscheid van hun kinderen aan het hek. Kinderen lopen zelfstandig naar de klasse toe. We hebben een extra ingang gemaakt. Dus we hebben in principe nu 4 ingangen. En ik heb dus precies geïnformeerd aan ouders welk kind binnen welke ingang komt. We doen het ook nog gespreid. Dus de school gaat om 7:15 open. Dan komen op alfabet, zeg maar, de eerste, de A tot en met, uit mijn hoofd, H, komt dan van 7:45 tot 8:50 binnen. Dan 8:50 de volgende tranche en dan 8:55 de laatste. Dus zo spreid je het een beetje. Als de kinderen de klas binnenkomen, moeten zij eerst hun handen wassen. Bij de basisschool De Eendracht is in elk lokaal een wastafel te vinden. Maar er zijn nog meer veranderingen op deze school. We hebben de schooldag ook iets verkort. Normaal gesproken hebben wij lestijden van 8:30 tot 3. Nu hebben we van 8:30 tot 2. Dat betekent dat we eigenlijk een soort continu rooster hebben tijdelijk. Dat geeft dus die leerkracht ook na afloop van de schooldag weer iets meer tijd om die andere helft, die dag niet op school geweest is, weer feedback te geven op het ingeleverde schoolwerk, wat intussen allemaal digitaal gaat. Wat niet met de coronamaatregelen te maken heeft, is de verandering aan het schoolplein. We krijgen een groen schoolplein. Nou, groen schoolplein betekent dat we vorig jaar eigenlijk de subsidie van de gemeente Apeldoorn gekregen hebben. We hebben een plan ingediend. Bij het plan waren kinderen betrokken, de buurt. En de beste, meest complete plannen hebben dus een subsidie gekregen van de gemeente.
En dat zijn we nu aan het uitvoeren. Dus eigenlijk wordt het schoolplein krijgt minder tegels en meer groen. En vooral ook meer uitdaging voor de kinderen. De kinderen worden maandag zowel buiten als binnen verrast. Want eenmaal binnen krijgen ze een leuke buton mee. De hoop is wel dat daar straks water in komt te zitten.